Ja, de Bijbel staat nou niet bepaald bekend om de humor. Theoloog Frank Bosman heeft het boek geanalyseerd en er valt voor de goede verstaande wel degelijk wat te lachen, zegt hij. En hij heeft daar dan weer een boekje van gemaakt en dat heet God houdt wel van een geintje. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor grappen staan er in de Bijbel? Heb je voorbeelden? Nou ja, ik heb een paar leuke voorbeelden om maar gelijk met de deur in huis te vallen. In het eerste boek Koningen, dan heb je het bekende verhaal van de profeet Elia, die een wedstrijdje doet met de priesters van de afgod Baal. En dan gaan ze dus een wedstrijdje doen wie het beste dat vuuroffer aan kan brengen. En hij is in zijn eentje, Elia. En die Baal die heeft een paar honderd priesters die zich helemaal te barsten bidden om dat vuuroffer aan brand te krijgen. En dan gaat Elia, die gaat honen en die roept dan: roep maar zo hard je kunt. Hij is toch een god. Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij even aan het poepen is of zo. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij wel. Je moet hem wekken hoor, anders komt hij niet. Nou, dat is natuurlijk briljant. Poep en pieshumor is altijd leuk. Dat is altijd leuk. En ik heb inderdaad een boek geschreven over religie en humor. En een van de hoofdstukken daarin gaat inderdaad over de Bijbel. Omdat ik denk dat je daar heel veel humor in kan vinden. Kijk. Als je normaal gesproken naar de Bijbel kijkt en het gaat over humor, dan gaat het meestal fout. En dan is het God die bijvoorbeeld een sterveling hoont van de Heer die in de hemel troont, die lacht. De Heer spot met hen, dan spreekt hij tot de opstandelingen in woede en zijn toorn verbijstert hem. Dat is een beetje zo'n humor dat je denkt van zo'n valse lach van een slechterik in een film. Weet je, dan denk je, dat gaat niet goed. Maar als je iets dieper gaat kijken in die teksten, dan zie je ook allerlei leuke taalgrapjes tussendoor komen. En dan blijkt dat er eigenlijk veel fijnzinniger met humor omgegaan wordt dan wij wel vaak denken. Ja. Is het nou zo dat, laten we zeggen, de oorsprong van die Bijbel is natuurlijk door de jaren heen weer vertaald en zijn dingen. Maar is het het oorspronkelijk verhaal zat daar meer humor in misschien? Dat het in de loop van de tijd ook een beetje het uitgezeefd is? Ja, het is ook uitgezeefd. Want dat verhaal over dat poepen wat ik net zei met die Baalgod, daar staat in de vertalingen die wij altijd lezen. Ik denk dat hij, dus die god, zich even moest afzonderen. En dat klinkt natuurlijk heel netjes, maar hij moest gewoon even poepen. Dus op het moment dat je die Bijbelvertalingen al dat soort rauwe taal eruit gaat zeven, omdat je vindt dat het niet zo netjes is, ja, dan haal je ook wel een hoop van de humor weg natuurlijk. Ja. Je zei het al, je hebt een bredere studie gemaakt naar humor in geloven. Er zijn natuurlijk ook cabaretiers die daar wel mee aan de haal gaan. Ja. Herman Finkers is veel bezig met het geloof, maakt er ook grappen over. Laten we even luisteren. Mijn vader was al jaren niet meer naar de kerk gegaan. Hij wist nauwelijks het verschil meer tussen paus en kapelaan. Dus ging mijn vader fijn weer op een ochtend naar de mis. En daar klonken nieuwe liederen, zo jeugdig en zo fris. Rondom met altaar dansen wij blij, te gek, joh, Jezus leeft. Ik hou van jou, ja, net zoals hij ook van mij gehouden heeft. Ja, we zingen en we springen en we zijn zo blij. Een ander bekend voorbeeld is natuurlijk Monty Python met Life of Brian. Ja, dat beschrijf ik ook in mijn boekje inderdaad. En dat is een film waarin ik keer op keer naar kan kijken, omdat ik hem zo verschrikkelijk grappig vind. Hè. Bijvoorbeeld een paar soldaten die dan een heel klein huisje ingaan, en die soldaten blijven er maar inkomen. En die lopen zo ongeveer ook een rondje, en dat zie je ook zo ongeveer. Maar dat is natuurlijk absurdistisch. Maar tegelijkertijd zit er ook voor een gelovige en voor een theoloog wel een hele interessante inzichten in die film. Crucifixion, Take a Ride. Ja, het mooiste wat ik vind is dat dan Brian, hè, die wordt aangezien voor de Messias, die vlucht dan weg voor een enorme menigte en dan verliest hij zijn schoen. En dan rapen zijn volgelingen zijn schoen op en dan gaan ze zijn schoen omhoog tillen en dan zeggen ze: wij volgen de weg van de schoen. En dan gaan ze verder en dan verliest Brian een drinkbeker en dan pakt een ander de drinkbeker op. Wij volgen de drinkbeker. Nee, zeggen de anderen, wij volgen de schoen. En de eerste kerkscheiding is een feit. Ja, precies. Hey, maar dat wordt ook wel... die film had toen ook wel veel kritiek, hè? Want men vond dat ook godslasterend af en toe. Ja, klopt. Dus mijn stelling is dat als religie en humor bij elkaar komen, dat er veel te snel door gelovigen van allerlei pluimage godslastering wordt geroepen. En voordat je nou godslastering gaat roepen, ga nou eerst eens even kijken of die humor over jouw geloof, over jouw religie, niet eigenlijk ook heel goed gevonden is en jou niet een spiegel voorhoudt. Hè? Want wij als gelovigen, ik ben zelf ook een gelovige, wij denken het altijd zo goed te weten wie God is en hoe dat dan zit met die Bijbel en met Jezus. Dat weten we allemaal zo goed. Maar je ziet dit ook nu gebeuren natuurlijk met moslims die toch gauw in het geweer komen als een grap worden gemaakt. Ja. Nou ja, kijk. Ik vind sowieso dat we dat soort dingen niet moeten gaan verjudiceren. Dus we moeten niet gaan verbieden om bijvoorbeeld godslastering of godslastelijke humor te maken. Tegelijkertijd moet je als maker van humor natuurlijk wel een soort volwassen zelfreflectie hebben. Dat je denkt, nou misschien moet ik dit even niet zeggen. Maar dat gaat meer over beschaving
dan over verboden en verbieden. Maar het is dus wel degelijk zo dat gelovigen humor hebben. Ja, hartstikke veel humor. Herman Vinkers, die we net gehoord hebben. Die heeft een verschrikkelijke leuke humor. En we hebben de film Dogma, die uitgebracht is, waarin het bewijs dat God humor is, staat dan vooraf bij een soort disclaimer. God heeft humor, kijk maar naar het vogelbekdier. Lijkt me overtuigend bewijs. Maar goed, nog even over. We hebben Arie Boomsma een tijdje terug gehad. Ja, die loopt over toen, water. Ja, die werkte bij de EO. Die wilde zo'n cabaretprogramma met toch het geloof ook als inzet maken. Ja. En die moest uiteindelijk daar vertrekken bij de EO. Ja, nou had hij geloof ik al wat andere steekjes laten vallen. Dus dat zou waarschijnlijk wel de spreekwoordelijke druppel geweest fotosessies zijn. Fotosessies hier en daar. Ja, ja en misschien was hij toch iets te wild voor de EO. Maar niet voor de KRO waar hij nu is. Maar kijk, het geeft maar aan dat humor en religie heel erg moeilijk samengaan. En dat geeft aan waarom dit boekje eigenlijk zo verschrikkelijk nodig is. Maar jij bent uitgeroepen ooit tot meest spraakmakende theoloog. 2011. Ja, vorig jaar zelfs. Ja. Wat vinden je collega's ervan van jouw pleidooi om meer humor in het geloof te brengen? Nou, zoals het gaat op de faculteit, heb ik een paar collega's gevraagd om het manuscript van tevoren door te lezen. Dat doen we vaker, dat vind ik ook fijn. En ze moesten er erg om lachen, groot voordeel. En ze zijn het me eens met mijn pleidooi, dus ik... Ik voel mij gesteund. Ja, oké. Nou, mooi dat je hierover kwam vertellen. Het boek heet dus God houdt wel van een geintje. Ligt nu in de winkels, alles te vinden via onze site. Wat betreft de zaken. En we danken Frank Bosman voor de komst naar hier. Heel graag gedaan.